die demonen en lagere entiteiten waarover u sprak, zijn dat nou wezens die bewust het kwade willen en zo ja waarom? Of zouden dat misschien entiteiten kunnen zijn die gewoon hun natuur volgen, maar ons toevallig vijandig zijn, evenals plooien en horsels? Ja, nou, dat is een hele leuke vraag. Ik heb dat zelf natuurlijk ook allemaal gevraagd, maar ik heb wel gezien dat een deel zijn mensen, die ze als mensen op aarde hebben geleefd, die nog zo laag afgestemd zijn dat ze daar lol in hebben eigenlijk. En een deel, dat is eigenlijk, ja, ik heb ze gezien, ik noem het demonen, maar dat zijn geen mensen. Ik heb altijd het gevoel dat dat een wezens zijn van die overgebleven zijn van een vroegere levensgolf. Dan zie ik natuurlijk door de eeuwen heen dat er levensgolven geweest zijn hier, die dan weer verdwijnen en weer komen en weer overnieuw gaan beginnen. Dat is een soort golfbeweging. En dan blijf ik altijd wezens van achter. Het is zelfs de vraag of wij hier met z'n allen niet tot een bepaalde levensgolf horen, dat wij een beetje achter zijn gebleven. En dat wij nu bezig zijn ons omhoog te krabbelen, om weer erbij te horen waar we vandaan komen. Dus met andere woorden, is zo'n persoon die daar dus aanwezig is, zo ver gekomen dat hij dat niet meer wil. Dat hij dus echt geen zin meer heeft in die gevechten en die demonische toestanden. En hij vraagt om hulp en hij herkent op een gegeven moment, ja, dat komt niet meer. Dan wordt er onhelpelijk hulp gegeven. Dan wordt hij eruit gehaald. Goed. Kijk, als je nou hier op aarde om je heen kijkt, dan ga je toch ook niet vragen waarom wil die bepaalde vent dat doen, dat weet je toch wel. Dat kan dus een ziel zijn die nog als het ware te laag afgestemd is. En als het ware in die negatieve toestanden daar een soort gelukstoestand voor. Dus je kan in je ongeluk ook gelukkig zijn. En maar op een gegeven moment komt er altijd een gevoel in van je afkomst waar je vandaan komt. En uiteindelijk zijn we allemaal engelen. Zou je denken, dat is zo. En dat je op een gegeven moment zegt, ja, ik voel hier weinig voor, ik wil hier uit. En dan word je ook wel geholpen, maar je ziet nu wel, er zijn zoveel sadistische mensen, zoveel moordenaars en zoveel, ja, ik wil geen naam noemen, ik wil ook niet in bepaalde finesse treden, maar hier op aarde zijn er mensen die in staat zijn dingen te doen die je normaal mee niet doet. En die komen er, want dat is hun hoogte. En dan kan je wel zeggen, ik doe dat vanuit een hoog niveau, vanuit een ideaal. Maar je kan toch nooit je misdaad doen vanuit een ideaal. Ik heb dat eruit gestoken. Dan moet je langzaam weer doen. Goed, zo even. Heb je gezien? Ja. Wat grappig. Even één vraag, nou hier aansluiten. Zijn er nou meer mensen, of jongens en meisjes, want we zijn allemaal jong geweest, die één van de drie avonden iets om mij heen hebben gezien? Zo. Oh, ik wou zeggen, van nou meneer, gaat die gang met mij. kunt u dit in kort zeggen? Blauw. Verder. Een lichte witte aura, ja. Blauw en roos. En ja? Hele lichte. Ja? Ja. Goud. Ah, heel goed, ja. Goed, in ieder geval, u hebt gezien, en dan moet je dus goed nadenken wat ik nu zeg. We hebben dus gezien dat we niet alleen waren. Dat hier dus hulp aanwezig was, dat hier dus zeer hoge krachten waren. En die hebben ons lief. En die doen hun best om de spreker zo goed mogelijk te instrueren om datgene te zeggen in de grote chaos van het totaal. Want dit is zo veelomvattend dat het voor mij ook heel moeilijk is om de dingen in een bepaalde volgorde te zeggen, waardoor het begrijpelijk is en waardoor je als het ware niet in het blauwinijn verdwijnt. Dat wordt wel rechts natuurlijk. Maar we zien dus dat we dus hier niet alleen waren, dat hier hulp is en ik garandeer je, en dat vind je misschien heel gek wat ik nu zeg, dat er verschillende mensen hun hoofdpijn kwijtraken, of hoofdpijn en twee hebben erbij, kan ook natuurlijk blijven, vraag ik weer niet te grappig doen, maar hoofdpijn kwijt zijn geraakt, of zich wat gezonder voelen, of zich geestelijk wat opgetrokken voelen, of in ieder geval, en dan moet je het niet aan mij danken, dat hebben we met z'n allen gedaan. We hebben met z'n allen door de welwillende sfeer die we uitstralen, door, ik zou gaan zeggen, de harmonische liefdegevoelens die we hebben, hebben we een licht veroorzaakt. En dat licht wat wij met z'n allen hebben,
dat is gezien vanuit de ruimte. En daar hebben ze krachten naartoe gestuurd en zegt, hier moeten we wat aan doen. En ieder van ons wordt op zijn manier geholpen en op zijn manier vastgehouden. Ik zou zeggen, als dit als het ware de winst is van deze avonden, dan mogen we heel, heel dankbaar zijn. Goed. Wie volgt? U. U maakt als een grapje, hè? Graag om de spanning te breken, want dan gaan jullie allemaal het hoofd naar huis. Maar ik ben nieuwsgierig of dus in de hogere sfeer ook een volgende huur bestaat. Ontzettend. Ook heb je toch verteld van die zak? Ja. Heb je verteld? Ja. Ja, het is onmogelijk en humorous, maar ja, kijk, ik weet niet of ze daar gewoon waarschijnlijk mogen vertellen. Dat natuurlijk niet, maar het wordt behoorlijk. Het zijn behoorlijke grappige dingen. En ik heb altijd gezegd, in de geest is het geestig. Het is na de dood geen dode boel. kijk, ik heb niet 100% gegeven. Ik denk als ik maar een stuk of 5-6 heb, vind ik het wel leuk om even te demonstreren. Want als je het natuurlijk wil, krijg je er meer. Maar die mensen zijn gevoelig voor dit gebied en die krijg je ook onder hypnose. Want die mensen die met die handen samen had hier op de toneel genomen, toneel, maar ja goed, in ieder geval toneel, dan had ik bij wijze van spreken verder kunnen gaan, dan had ik zo'n hypnose kunnen krijgen, dan had ik alles met ze kunnen doen wat ik wist wat ik wil, niet alles, maar toch heel veel, net zoals wat je door de televisie ziet. Dat wil dus niet zeggen dat het mensen zijn, de geluid valt weer weg. Het wil niet zeggen dat. Het wil niet zeggen dat, dat die mensen minder zijn. Integendeel, die zijn zo gevoelig dat die zijn gauw beïnvloed voor andere psychen. En dat heb ik willen demonstreren, dat die mensen dus dubbel moeten oppassen. Dat ze zich niet laten lijmen door andere mensen die iets van hun verlangen, wat ze eigenlijk niet willen. Want jullie zijn dan niet willoos, maar je bent gauw geneigd om toe te geven. Ja, maar dan heb je je vrije wil tussen. En als je dus niet op je kievieven bent, dan zie je jezelf dingen doen of zeggen. Dat je zegt, dat was helemaal mijn bedoeling. Dus je moet wat meer op je kievieven zijn. Alleen het is erg moeilijk. Want als ik naar een pianoconcert ben geweest en ik ben heel hoog verheven en ik kom het concertgebouw uit. En ik ben zo hoog verheven dat ik de stoepbrand niet eens zie. En dan rijdt de taxi zo meteen heen. En ik roep die vent uit, ja, dan ben ik er naar binnen gezakt. Met andere woorden, je zit in de stof. En je kan echt niet heilig rondlopen. Het is wat we proberen, maar het kan niet. Je moet iedere dag, en dat is juist de moeilijkheid. En dan kan je wel terug gaan trekken en je kan in jezelf gaan zitten. En je kan zeggen, je bent doodstof wat te bergen. Maar dat is de manier niet, want dan trek je aan deze dingen. Je moet juist door die stof heen om te evolueren en met schades van de buitenwereld. En dan toch trachten, je licht al klaar uit laten stralen. Dat je zegt van, hé, ik ben in de stof en niet ervan. Ik ben erin omdat het moet, ik moet hier die weg volgen, maar ik ben er niet van in. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja? Ja. Goed. U? Nee, maar het kan natuurlijk dat je onderbewust bent. Ik had een brief, en daar weet ik tenminste voor, dat heb ik ook in de 1-1 van dat blad gepubliceerd. Dat waren twee vriendinnen die sliepen naast elkaar en die lagen s'nachts door te kletsen. Met hun dubbels. Maar als dat toevallig de een wakker werd en die ging hardop verder praten, dan hoorde die andere niet, die had te pikken. Dat heb ik ook gezegd, ja, dat is nou wel leuk, maar het is ontzettend vermoeiend. En als een vrouw, twee vrouwen bij elkaar, nee, laat ik het dan eens iets zeggen. Als je het nou dag en nacht doet praten, dan moet je nou rusten eigenlijk. Dus met andere woorden, dat kan, ja, niet verder. Nou, ik heb het ook afgevraagd, het is natuurlijk, iedere geest hè, heeft een bezit van licht en van bewustzijn. En dat is als het ware waar je bij behoort. Dan is iedere geest heeft een bepaald gewicht. Dat is een heel gek geval. En je stijgt omhoog tot je je eigen gewicht tegenkomt. Met andere woorden, het kan nooit vals gaan in de ruimte. Als je niet hoog genoeg bent, kom je niet hoog. Al ben je nog zo schatrijk. Dan ben je straatarm, ben je wel hoog. Ga je onroepen, ga je naar je eigen sfeer toe, maar dan blijf je op een gegeven moment staan, verder kom je niet. En dan heb je ook het bewustzijn van die sfeer, en ook de liefde van die sfeer, en ook het niveau van die sfeer. En dat kan je al bereiken als je op aarde bent. Vandaar dat ik in de eerste les zei, ga eerst mediteren, en ga die toestand bij jezelf van binnen bekijken. En zeg, wat zijn mijn afstemmingen, wat heb ik, hoe voel ik? En als je dat weet, dan weet je ook ongeveer tot welke sfeer je hoort. Dan ga je proberen, en dat kan misschien 10 jaar duren, dat je een beetje hoger sfeer krijgt, gewoon kan 20 jaar duren, maar je moet toch die weg gaan, want dat doe ik nu niet, dat doe ik volgend leven. We hebben miljoenen jaren tijd, maar dat is bijna niet meer.
Dus met andere woorden, het is een bewustzijnsniveau. Een verbreding van het bewustzijn. Dus het is nooit een zoals ik wel eens met die Boeddha gelezen heb, van een inkapselen van de persoonlijkheid. Van ik ben er niet meer. En dan kunnen ze me ook niet laten geboren worden, want ik bestaan niet meer. Nee, het is eigenlijk ook een overgroeiende toestand. En je krijgt dan een veel breder bewustzijn, want het is leren, continu. Ja. Nou, als je zelf natuurlijk probeert geestelijk te stijgen, of je bent ergens voor uitverkoren, laat ik het zo zeggen, het is ook nog maar een naam op zichzelf dat je iets mag doen, dan word je af en toe getest. En dat noemen wij de zogenaamde examens, je kan het tentamens noemen, hoe je wil. En dan word je als het ware in een situatie verwacht, kaal. Dat wil zeggen, kaal zonder je redenerend vermogen, zoals je impulsen zijn. En dan gaan ze kijken wat je doet. En dan kan je wakker worden, dat heb ik ook meegemaakt in mijn leven, en nog. Dat je er wakker wordt met schaamhoofd op je kaart en denkt, nou, dat was een mooie oplossing die je vond. Want dat zou je wel niet op aarde doen, want dan denk je, nee, dat kan je niet doen. Je bent een man, het is zo, het is zo, en dat kan je allemaal doen. Maar daar doe je het, omdat je daar wel staat en je doet het zoals je impulsen bent. Dus dan moet je weer gaan proberen die impuls te veranderen. En als je dan denkt dat je er bent, dan zeg je, nou, dat is goed gedaan, maar, dan krijg je weer een verhaal. En als je dat dan weer goed gedaan, dan zeggen ze, schitterend, maar... Dus met andere woorden, je komt er nooit. Dan geef je het wel de tijd. Heeft dat met die orders te maken? Ja. Ja. Er zijn heel veel orders in de ruimte. En er zijn heel veel mensen die daartoe behoren. En ieder mens heeft als geest zijn attributen bij zich. Heb ik ook. En daarom is het interessant dat de mensen zeiden, we hebben bij u gezien. Maar als iemand nou mijn attributen ziet, dan behoort hij ook tot de orde. Dus nooit... Niemand ziet ze, of ik weet zeker dat niemand dat weet. Maar ik kan ze wel van anderen zien, als het mijn eigen niveau is. Ik weet niet dat ik zo hoog ben, maar uiteindelijk zijn we allemaal lid geworden. En in die orde zijn we weer gegaan. Je kan een broeder zijn met een grijze kemp, en je kan een zilveren ridder zijn, en je kan een gouden ridder zijn, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft liggen er verschillende lange graden. Dus daar ook een soort hiërarchie. Alleen daar is de omgang met elkaar met een enorm groot dieptegevoel. En die orders zijn er. En die helpen, als het ware, in de lage gebieden om daar de mensheid te helpen. En ze sturen soms een paar naar de aarde om een boodschap te brengen. Goed, daar was het mevrouw. Nou, ik vroeg niets, ik vroeg alleen, heeft iemand wat gezien? Omdat hij midden over begon. Nou, iedere niveau, iedere hoogte van een mens, en iedere, ik zou zeggen, iedere emotie heeft zijn eigen kleur. Als je zegt, ieder mens heeft een soort aura om zich heen, wat een halve meter uitsteekt om het lichaam heen, als een soort ei. Dan kan je zeggen, iemand die enorm paars op moment, die heeft veel rode schetsen doorheen, die je allemaal rood. En iemand die hatelijk is, heeft groen. En iemand die lief is, heeft blauw. En iemand die nog lief is, heeft lila en wit enzovoort. Voilà. Ziet u ook bij opvallen? Ja, en dan ga ik dat zeggen van, hij is blauw, hij is geel. En ik ben lekker hoog, want geen haar van blauw. Nee, doe niet. Wat vind je van de orde van de rozenkracht? Dat weet ik niet, je bent al geweest. Meneer Duin, ja. Mensen beweren dat ze spiritueel contact hebben met een buitenaardse beschaving. Want die mensen beweren dat ze hier op aarde willen gaan landen. Om te helpen. Hoe staat u daar tegenover? Ja, nou ja, die verhalen zijn al zo over 1000 jaar omloop. Bellamy heeft gezegd, dit jaar 2000 hebben we de welvaartsschijf. Wat verstaat er ook weer? Nou, Bellamy kan het makkelijk zeggen, want ik denk dat het jaar 2000 ben toch dood. Als ik zeg, ik voorspel in het jaar 2100 is alles kids. Dat kan er niks meer gebeuren, dan toch niet meer. Nou kijk, al die verhalen van buitenaardse beschavingen, ik neem aan dat er veel planeten bewoond zijn. Maar ik weet ook dat we lichamelijk daar nooit aan toe kunnen wijzen. We kunnen niet eens lichamelijk ons eigen zonnestelsel afgaan. Dat is uitgesloten, want er kan ons stoplicht niet tegen. Dus je moet je geestelijk doen. Je kan je dus geestelijk verbinden met andere levensvormen. Dat heb ik wel gezien. En ik weet niet hoe ze heten, ik weet wat ze doen. Maar als ik het hier vertel, dan kan ik niet bewijzen. Dan zegt de wetenschap helemaal, nou ja, dat was helemaal mooi. Dus wat ik vertel, sta ik achter, kan ik exact aantonen, bewijzen, kan ik exact demonstreren. Maar die dingen, ja, dan wordt het een science fiction toestand. En dan gaan je andere woorden die je wel exact gezegd hebt, die vallen dan niet. Omdat je die richting uitgaat. Maar ze zijn er wel. Alleen om te zeggen van, wij komen er later of ze komen hier. Ja, dan ga je weer, hè, je vliegende schotels, wat weten wij daarvan?
Er zijn zoveel verhalen dat het wel maakt, er wel iets is. Maar wat ik altijd het grappigste, het boerste vind, en dat heb ik zelf ook natuurlijk meegemaakt, je ziet, er is nog nooit iemand die heeft een fototoestel bij zich. Ze hebben nooit eens een foto gemaakt. En de foto's die ze gemaakt hebben, die zijn wel zodanig fragiel en zodanig, dus ik denk, nou ja, dat kan iedereen, dat kan iedereen zo maken, een groepopname of achterop die zijn. Want als je zegt van echt, er zijn contacten geweest, nee. Maar dat er veel piloten in Amerika, ja, maar waarom houden ze dat weg? Want ik zeg nogmaals, laten we daarmee ophouden. Voorlopig zitten we nog hier en de rest zal wel zien. Hè? Kijk, wie ben ik? Hè? Ik kan alleen zeggen dat ik heb mijn boeken in 53 en 56 geschreven. En die werd natuurlijk door de wetenschap misschien een hoongelach ontvangen. Maar nu is het 5 jaar later, nu staan ze die zijn ramen tegenover. En dan zeggen ze van, hey, wat die vent door geschreven was toch nog niet zo gek. Maar het is voor auteurs ook in Nederland, en niet alleen voor auteur, maar voor mensen die iets brengen wat nieuw is. Je moet eigenlijk eerst 8 jaar dood zijn. Hè? Dan ben je ze graag meer. En dan is het veel leuker om over je te praten. Dat geeft niet, dat doe je eens alleen. Als ik in staat ben om een klein steentje bij te dragen tot het geheel, waardoor als het ware wetenschappelijke mensen als ik in staat zijn daaruit iets te distilleren, waardoor er een bewijskant ontstaat, dat is fantastisch, laat ze maar. Nee, het is niet van de markt, het is niet van de markt. Je bent verbonden, je hebt het samen nou. Verdeelde angst is halve angst. Ik neem het in mij op. Ja. Is hij van zijn angst af? Nee, dan niet. Nee, jullie hebben allebei. Jullie zijn niet klaar, dat is alleen maar jullie zijn alleen verbonden. En hoe kunnen we het dan oplossen? Als u die angst gaat ombouwen, u gaat het op en denken, joh, je hoeft helemaal angst te hebben, want het is prachtig weer, de vogels zingen, we zijn allemaal lieve schitterend tegen elkaar, we hebben prachtig film gezien, ik heb gisteren schitterend meisje ontmoet, en je gaat het gevoel optrekken, en dan krijgt die man het gevoel mee, en dan trek je hem op, en is die angst weg. Dus je moet er iets voor doen. En dan moet je niet gaan zoeken op bellen, zeg maar, dat heb ik gedaan, dat kost je 5 gulden of zo. Maar zo moet je doen eigenlijk. Dus alleen opvangen is maar voldoende. Zeggen wat het heb je, ja, dat weet ik, dat heb ik. Nee, ombouwen. Nou, ik heb natuurlijk nooit iets, nooit drugs gebruikt zelf. Ja, ja, sigaretten, koffie. Ja, ja. Maar, ja, kijk, als natuurlijk softdrugs een aantreden is tot harddrugs. En je zegt van softdrugs is op zichzelf niet gevaar misschien. Maar uiteindelijk zoeken we later sterkere middelen, omdat we eigenlijk veel grotere gevoelstoestanden eronder gaan, je gaat van het een en ander, dan zijn we op het begin niet aan het begin. Heel goed, want uiteindelijk, je ziet om je heen, en als je bij bijna thuis op je telefoon zit, moeders die opbellen van dochters van 16 jaar en zoons van 18 jaar, maar het is om te huilen, ik kan mijn boek tegenover schrijven. Je kan ze moeilijk redden, want ze moeten het zelf willen. En die willen ze weg. Dan kunnen we wel van de ene die richting de andere inrichting zijn, maar er is iets verschrapt in de hersenen, en die brakken het wel van weg. En daarom zeg ik ook, in godsnaam, als je er van af kan blijven, blijf er vanaf. En heb je een vriend of vriendin die daar anders in helpen, als hij je hele leven maar alleen doen voor die ene persoon te helpen. Is dat wat dan? Uiteindelijk, als je dood bent, dat wil zeggen dat je geest en het lichaam verlaten hebt. En met dood bedoel ik niet hersendood of pyrisdood, nee echt, dat je eruit bent. En is die geest meestal zo de ruimte neergegaan, dat wat er met het lichaam gebeurt, dat heeft het hele belang, dat zit er niet. Dus als het nog twee meer dan begraven wordt, maakt voor mij geen verschil. Ja, wel maakt voor mij verschil als de een of andere professor vers orgaan nodig heeft voor transplantatie en de mensen wil wijsmaken dat hersendood, dat dood is. Dat is natuurlijk niet waar. Dan kunnen die hersens wel dood zijn, dat het geen cardiogram meer afgeeft, maar het hart klopt soms nog. Als je dan een orgaan baard gaat snijden, ja, dan zit je een leven mensen te snijden. En dat doen ze natuurlijk alleen maar omdat ze dat orgaan zo vers mogelijk willen hebben. Dus met andere woorden, je moet wel goed dood zijn. Dat je weet dat het lichaam niet meer ademt, dat het hart niet meer gaat. Dat het absoluut afgedaan is. En dan wat er dan met je gebeurt, voilà, geeft niet. Ik vind het nog wel hygiënisch ook, die crematie. Want dan weet de mist het weg. Je moet zo zien, als de geest eruit is, maar de band is nog niet gebroken, de zonnevlecht. En dan ben je met baby's, maar bij een oudere mens ook een hartaanval hebben gehad. Toen probeer je ze in een shocktoestand met elektriciteit om dat hart weer op gang te krijgen. Dat is een soort piesmeter. Dat vind ik helemaal normaal. Is die band gebroken, dan kunnen ze doen wat ze willen.
of pacemaker, heet dat. Is die band helemaal gebroken, dan kunnen ze doen wat ze willen, dan halen ze hem weer terug. Maar is die bereid, dat zijn juist die mooie beide doodervaringen waar die Amerikaanse dokter over geschreven heeft. Dus er komt ontzettend veel voor. Daarom wil ik juist zeggen dat een persoon die pas dood is, klinisch, daar moet ze niet bij gestijden, want die geest is als het ware, die zit er nog in. He, die is niet volledig los. Dan zeg je, hoe lang heeft zo'n geest nodig om helemaal los te komen? Nou, misschien de ene 5 minuten, de andere misschien een paar uur. Maar dan moet er een afstervingsproces zijn. Goed. Ja, maar het is zo, als ik in een sfeer kom, en die is niet hoog en die is niet laag, dus gewoon normaal, zoals een aardse toestand, dan is het eerste wat ik doe, is naar een muur te lopen en te voelen of die hard is. Als die hard is, dan heb ik mijn dubbel bij me. Dan kan ik er niet doorheen. Dan ben ik ook kwetsbaar daar, dan moet ik oppassen. Kan ik er in mijn vinger heen door die muur, dan ben ik als geest. Dan kan ik door alles heen, maar dan ben ik onzichtbaar. Ja. Dan kan ik me wel zichtbaar maken daar, als ik als geest ben, dan moet ik in dubbel denken. Als ik in dubbel denk, niet geen dubbel denken, maar als ik in dubbel denk, dan ga ik op een gegeven moment in die facetten van het dubbel zoveel licht uitstralen, dat ik word daar een zee van licht en dan kan ik ook niets doen. Dan zeg ik gewoon, dat is een geest die is eruit gekomen. Dus met andere woorden, als ik daar loop en ik heb een dubbel bij me en ik kan niet door de materie heen, dan doe ik daar mijn werk en ik zie ze gang ook weer terug naar mijn lichaam te komen als ik klaar ben. Want je kan daar aangevallen worden. Is de gewone normale sfeer dat ik alleen maar moet verschijnen ergens en weer moet verdwijnen? Dat wil dus zeggen dat de mensen ter plaatse daar gaan overdenken, zeggen ze, zag je dat? En dan gaan ze denken, ja, wat is er aan de hand met ons? En dan gaan ze als het ware zelf denken, dan zeg je, goed, dat is leuk, we zullen heen en weer gaan. Maar moet je echt iets doen om iemand iets uit klauwen te redden? Want ja, het is allemaal zo moeilijk om het uit te leggen. Als je daar een stad ziet en die stad is helemaal omgeven door ijzeren draden, het ijzeren netwerk, om die mensen erin tegen te houden. Als je dit bewust bent, dan kan je zeggen van dit ijzer bestaat, ik ben er zo doorheen. Maar die mensen zijn niet bewust. Maar is er één die daar hulp wil hebben, dan kan ik daar wel doorheen. Maar alleen als geest, niet als dubbel, want dat houdt me ook tegen. Dus kom ik daar binnen als geest, dan kan ik daar weer een dubbel opbouwen, kan die persoon meenemen, kom daar toch doorheen en we hebben ze bevrijd. Dus dat is eigenlijk een situatie dat je, als je uitreedt, eerst kijkt waar je bent en dan hoef je nooit geen zorgen te hebben, er zit altijd een onzichtbaar iemand bij je. We hebben er natuurlijk allemaal aan gedacht, hè? Dat zijn allemaal dingen die ik al 40 jaar uitgedacht en gecontroleerd en hergecontroleerd en duizenden keren heb ik het gecontroleerd. En ik heb ook natuurlijk op een gegeven moment verifiëren waar ik dingen in de stof meegemaakt. Dat ik bepaalde dingen zag, dat ik wist dat het daar en daar vandaan kwam, dat ik er ging informeren en dat het allemaal juist was. Dat heb ik allemaal al gedaan. En dus alles wat ik als waar geschreven heb, heb ik zuiver 40 jaar lang geverifieerd. En als het ware nagekeken en gecontroleerd. En mijn gevallen, die heb ik trouwens gezegd, van de 100 van die gevallen heb ik er 10 gebruikt. Dat denk ik, die zijn spreek ik meestal voor zichzelf. En die andere 90, nou ja, dat is minder sterk, als het ware, gewicht. Maar ook wat zo was. Maar om dus die controle te krijgen, om zeggen. Goed, waar was. Wacht even, was die, daar was die hoek, ja. Ja. Ja, maar die stem is nooit hardop van buiten te horen. Die hoor je van binnen. Ja. Wil je een voorbeeld noemen? Nou. Het is 6 uur. We hebben net gegeten. Ik neem de krant en ik ga zitten. Dan weet je, iedere man, als hij van zijn werk komt, hè, dan heeft die man de hele dag gewerkt en die vrouw heeft de hele dag ook gewerkt. In ieder geval, ze is om 5 uur begonnen als de donder in die avond te zetten. En dan wil ze zelfs praten, want die man is moe, die zat in elkaar, die gaat pitten. Dat is nou, dat is mijn man. Hè. De hele dag zie ik hem niet en samen als hij thuis moet gaan slapen. Goed, het was 6 uur en op een gegeven moment hoorde ik een stem. Er wordt straks gebeld en het gaat over een hondje en die moet er blijven, want die heeft alle krachten bij zich. Ik zeg, dank u wel. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, kleed je maar aan, er wordt straks gebeld, ik moet er ergens naartoe. Er werd gebeld en meneer, ja, kunt u hier bij mij komen? Toen kwam ik nog, nu doe ik het niet meer. Kunt u bij mij komen, want er is iets aan de hand. Ik zeg, is goed. Ik stap in de tram, want we hadden toen de trein nog in nodig, dus het was maar heel lang geleden, zo weer in de 68 bij wijze van spreken. En ik kom ik daar. En het was een zakenpand, het was met een man en daar zat een vrouw van jaar 20, een leuk blond ding, met angst ogen naar elkaar te kijken en onder de tafel lag een hond. En toen kreeg ik van binnen door van daar gaat het om. Toen zegt die man, ik moest luisteren, ja, hij zegt, voelt u hier niks? Ik zeg, nou, ik zeg, het is hier niet prettig bij me thuis.
Nee, want we hebben altijd ruzie. Ja. Hij zegt, kijk, geloof dan in de ronde, ook in de zaak. Hij zegt, voel je geen demonische uitstraling? Ik zeg, nou ja. Ik zeg wel wat, ineens had ik het door. Toen wist ik dat zij pas getrouwd was. Ze heeft het hondje meegenomen, misschien met een vorige huwelijk. Nee, het kind was 22. Had het hondje meegenomen en die vent was razend jaloers. En die schopte de beest, toch de beest, want de beest hield van haar. En dat moest eruit. En dan wou die man wou hebben dat ik zou vertellen dat die hond een demonische invloed had, dat hij uit het huis moest. Heel goed, als je veel van een vrouw houdt, dan kan je misschien, gun je dat niet, dat die vrouw van iemand anders houdt. Al is het een hond. Toen kwam ik in de keuken terug en zei, joh, ik zeg, inderdaad, is hier heel demonisch. Ik zei, alleen je hebt één mazzel. En wat dan? Ik zeg, er is hier één wezen wat een onvoorstelbaar mooi licht heeft. En die haalt het weg, als had je lang kapot geweest. Dan zegt hij, wie is het dan? Zegt hij, die hond. Hij zegt, die hond? Ik zeg, ja. De hond heeft zo'n onvoorstelbaar groot liefdegevoel en licht om zich heen. En die had het hele troep had hij weggelegd. Terwijl ik er nog wat gezegd heb, ik niet dik aan gewicht. En die vrouw, ik zag die overgeluk van het kind van 20 jaar, die veranderde in angst, in verheven opkijken en denk, oh, die wou me wel opvreden. En ik laat hem wel de stokjes langs voor kort en ik zei, ja goed, ik kwam terug. Die hond had een mooie handmond. En een achtertekentje en een hele mooie riem. Hij werd heel voorzichtig behandeld. En ja, ik denk, maar ja, dat was een opdracht. En dan kan ik achteraf te kijken, dan ze denken, ja, was het nou wel helemaal eerlijk voor jou? Hè? En nou ja, goed, ik doe haar dat de middelen. En de hond heeft het goed gekregen. Genoeg voorbeeld. Ja, en dan daar. Ja, ik ben al in de beurt vandaag, ja. Als die geest er al in is, want de eerste 4 maanden is hij niet erin. Wat is dat? Nou, daar wordt altijd weer ervaren. Wat zegt u? Mooie oplossing. Nee, het is zo, een vrucht die als het ware als celdeling ontstaat, hè, die moet eerst volledig zijn, wil dat kind die geest uit de ruimte komen. Want als een klompje vlees in het begin, dan heb je niks aan. Dus als het kind, benen, armen, hersens, alles bij elkaar is, en het schat zo tegen de 4e maand, hè, dat het dan, al is het klein, toch volmaakt is, dan pas komt die geest erin en dan gaat het bewegen. En dan zegt de moeder op dat moment, van, als die geest erin komt, van hé, hey, hij schopt er in mijn buik. Het verhaal van hij schopt haar op een mandje van mijn schat, weet je wel. Dus met andere woorden, de eerste 4 maanden is wel natuurlijk die baby al verbonden met de moeder via een lint. En als die terug moet, als die moeder het niet kan hebben, wat ik dus helemaal niet, wat ik erg vind, maar dat is hier op deze planeet, in deze maatschappij, is dat soms noodzakelijk. Dat wij te onaardig zijn tegen ongehuwde moeders. We zijn veel liever tegen ongehuwde vaders, maar ze vergeten altijd dat die lopen er langs. Ze kan ook altijd zeggen, dat moet het kind, nou ja, de volgende keer wel geboren bij een andere moeder, of bij dezelfde moeder, wanneer is het wat eigenlijk? Dus ik vind abortus in zoverre, vind ik dat, zou niet nodig moeten zijn, maar onder deze omstandigheden hier, in dit land is het nog steeds nodig. Jammer genoeg. Voldoende? Deze meneer. Ik vind het dubbel achter moet laten. Hoe bouwt u dat dan weer op als we er weer in gaat? Die denken, ik kan me bedenken, als je wist wat ik heb bedenkt, kon je naar het blijven lachen. Maar is dat hetzelfde etherisch dubbel wat je gebruikt? Nee, het is mezelf etherisch dubbel. Alleen als ik als geest uitreed, dan bouwt u dubbel op van de materie ter plaatse. Nee, dan ben je zeker licht en dat kan ik niet doen, want dan stoppen ze me uit. Als het sterk genoeg is, als het niet sterk genoeg is, als bij wijze van spreken, als ik een paar opdrachten moet doen en ik weet het moet doen, ja, dan moet ik mijn handen te strekken en ze vliegen op de grond, bij wijze van spreken. Maar komt een hele legersdemon aan, dan red je het niet alleen. Dat is niets te doen. Dan moet je terug, dan ga je terug en dan laat je materie daar ter plaatse. En dat verduidelijkt je, dat lost je op. Maar met je denken heb je daar macht om te stoppen in die gebieden. En je kan je voorstellen dat je dus van hoge hand heel lang opgeleid moet worden om daarop losgelaten te worden. Want je kan heel veel doen met je denken en als je dat niet in handen hebt, als je dat privé gaat gebruiken, dan mag je dat niet doen. Ik zou je verhaaltje vertellen. Ik had natuurlijk toen ik niet getrouwd was, had ik die uitreding ook. En ik had ook wel eens natuurlijk, als ik dan terugkwam, dat ik mijn lichaam geblokkeerd voelde. Hè? En dan zweef ik boven het lichaam, je kan er niet in, helemaal wakker. Maar je kan geen vinger roeren, je kan niets doen, je ligt doodstil op je rug en je bent helemaal geblokkeerd.
En als je dan een paniek krijgt, ja, dan krijg je verzenuwen, dan kom je met een schrik wakker op de deur toch wel. In ieder geval, het is heel erg. En toen had ik ontdekt, dat als je nou heel diep ademhaalt, dus als je lichaam, dat kan, als die maar heel diep ademhaalt, net zolang dat je een geluid ervoor zich heeft van, dan ben je terug, onmiddellijk. Met andere woorden, als het lichaam even aangeraakt wordt, of even een geluid maakt, of wat dan ook, dan ben je niks snel terug in je lichaam. Dan weet ik dat als je uitbreekt, dan word je meestal gehaald en gebracht, dus er staat ook wat bescherming om je lichaam heen. Maar er zijn dus toestanden waar die bescherming misschien dan weggaat, ben je goed, hij is terug, maar ik ben even geblokkeerd. Toen ik dus één dag gedrag was, kan je je voorstellen, ik zal het ook tegen mijn vrouw moeten zeggen. Ik wist ze al veel van die dingen af, maar ze wist niet nood dat ik er straks wel eens verliet stiekem. Wat natuurlijk in de eerste loopnacht een rotsteek was. Maar goed, in ieder geval, die eerste nacht, inderdaad, ik ging eruit. En ik kwam terug en ik voelde de boel geblokkeerd. En ik deed zo. En ik werd geluid en zij stelde me aan en zei, Rob, doe jij Rob? En ik zeg, ah ja, ik ben terug, dankjewel. En ik ging naar slaap liggen. Het is gek dat mijn getrouwd bent. En die zei deze, maar ja, dankjewel, ik ben terug, dag. En ik ben later een beetje uitgelegd, ze begreep het natuurlijk wel. Ze zei, maar ik had het wel in de toekomst wel uitgelegd, maar ik had nooit gedacht dat ik dat de eerste nacht gebeurde. Dus is dat het antwoord op de vraag? Ja. Goed, ja? Ja, kom. Dan, ja, ze kan, ieder gebed, ieder gedachte kan een geest ontvangen. Ik kan je wel zelf zo zeggen dat een gebed om hulp voor iemand die overleden is helpt. Dat hij weet precies wie het allemaal is. Dat hij voelt alleen maar een enorm lief gevoel omhoog van de aarde stijgen naar hem toe. Dus hij kan dus zeggen, al wat vervelend ook is, wat hij ook gedaan heeft, hoe hij ook geleefd heeft, dat kan ons eigenlijk allemaal niet schelen. Hij heeft iets gebracht op deze aarde. Waardoor miljoenen mensen plezier en vreugde hebben beleefd. En dat is al heel wat dat je dat mag doen. Nou nee, kunnen we zeggen, hij had natuurlijk ook wel zijn uitverkoren liefdes hebben gehad. Die als waar hij kent, maar als je natuurlijk in de zalen staat waar miljoenen mensen zijn, ook voor de televisie of radio, wat dan ook. En al die jonge meisjes, die fans, die zijn gek op je. En die, nou ja, dan haal je dat niet als een persoon eruit, dat is een totaliteit. En die enkele personen die het eruit haalt, ja, die zijn in zijn privéleven, betekenen ze wat, zijn vrouw of zijn vriendin. Maar al die mensen niet natuurlijk. Maar hij voelt wel de enorme liefdesgevoelens en het verdriet wat er van die aarde uit opstijgt. Dat voelt hij onherroepelijk. En het is een hele grote genade als je in de ruimte aankomt en je kan terugkijken. En je kan zeggen, kijk eens, ik heb iets gegeven, ik heb iets gebracht. En dan valt hetgeen wat je in je leven hebt gedaan, fout en alle dingen. Valt helemaal weg, want die schaal is hier veel groter. Goed. Ja, wij hebben een hoge beeld, heb ik geschreven. Dat als ware iedere toestand, iedere groep, iedere gedachtebeeld, iedere groepsbeeld, iedere groepsgedachte roept een beeld op. En als je die ogen je ziet in de ruimte, wat dus zich afspeelt daaraan, wat gebeurt er helemaal? Maar aan de andere kant gebeurt ook het hogere. Als er ergens een ontzettende liefdetoestand ontstaat en er is iets heel moois, man en vrouw die bij elkaar komen in een groot liefdegevoel, dan ontstaat er een prachtig akkoord in de ruimte. Wordt die gezien, het is zuiver iets moois, iets schitterends, dat je zegt van dat is iets goddelijks. Dus het is altijd hetzelfde, maar alleen met de manier waarop je het beleeft. Maar het is liefde ergens, ja? Nou, het is zo. Ik heb natuurlijk in de ruimte ook wel eens gevraagd, waar woont Jezus? Hè? Ja, mag ik het vragen? U zei tegen mij, u vraagt naar de hoogste licht- en liefdekrachten. En het schijnt zo hoog verheven en zo ver van ons vandaan te zijn, dat ik kan alleen dit zeggen. In de ruimte is een wet, de wet van de liefde. Er is een eeuwigdurende toestand, een evolutie. En er is ergens iemand... Nee, wat? Ja. 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 Staat mensen in zelfmoord plegen te wachten en wat is eventueel voor ze te doen van hieruit? Ik heb het de vorige keer waarschijnlijk al beantwoord. Oh, nou, zelfmoord doe je niet zomaar. Nee. En soms is het dat je inderdaad geen uitkomst meer ziet. En soms is het dat je dus psychisch beperkt bent, of psychotisch bent, of een psychose ondergaat. Zodat ik kan zeggen, niemand die zelfmoord pleegt, is op dat moment normaal, uitgesloten. En ik geloof, als je een eind aan maakt, dan moet het leven wel zodanig voor je geweest zijn, dat je zegt van, het is niet te leven.
En ik denk aan dat als je aan de andere kant aankomt, dat je niet met gejuich ontvangen van goed, goed, dat heb ik mooi gedaan. Dat ze gewoon zeggen, hoor eens, die begrijpen het. Alleen, je bent nog niet klaar. En je zal misschien weer opnieuw geboren worden. Je moet die weg doorheen, want dit is je opdracht. En we zullen iemand meer kracht geven de volgende keer. Dus niets gaat verloren. Alleen, je houdt jezelf even op. Je houdt je als het ware een paar honderd jaar op. Dat is mijn indruk ervan. Is daar van hieruit iets aan bij te dragen? Of te... Kijk, je weet nooit, ik word ook opgebouwd door toestanden. En ja, dan hoor je soms wel eens een harde in, hè? Als je 32 telefoontje vanavond krijgt, krijg je 33 seconden je aan en denk je, nou hoeft het niet meer, nou red ik het niet meer. Hè? Maar als je natuurlijk, iemand belt je op en mijn vrouw zegt, ja mevrouw, om 7 uur is mijn man te spreken, tussen 7 en 8. Ze zegt, ja als ik hem hier krijg, dan pleeg ik zelfmoord. Dan zegt mijn vrouw op een gegeven moment, nou mevrouw, kan jij even wachten met de 7 uur. Met andere woorden, je wordt op die uur anders strijd ten over, omdat je er zoveel mee te maken hebt. Want de mensen die het meestal zeggen, die doen het niet. En het wordt op een gegeven moment chantage. Dat hebben we gezien van de week met de divisie van het Amsterdamse politiebureau. Een paar weken terug dat er zo'n juffrouw zat, een ziekenverkoop die natuurlijk heroïne stikte en daardoor auto's openbrak. En die zei, die politieagent zegt van ja, als ik iemand blijf, dan pleeg ik zelfmoord. Dat is altijd een manier om de mensen de verantwoording op te leggen van als je dat en dat in doet, dan doe ik dat en dat. En als je daar op een gegeven moment natuurlijk los van gaat maken, dan zeg ik van, de mensen die het zeggen, doen het niet. Maar wie doet het dan wel? En als je op een gegeven moment zegt, laat die telefoon maar gaan, dat doet niet meer, en dat mensen spreken van zelfmoord, ben jij daar verantwoordelijk? En dat is het moeilijkste eigenlijk op dat moment, dat je kan nooit weten wie wel en wie niet doet. Maar aan de andere kant zijn degenen die het wel doen, die zitten of zo gevormd in de put, of die zien echt, die hebben het zo moeilijk gehad, dat ik neem aan dat ze toch met veel liefde worden ontvangen. Alleen, ze moeten leren om het toch weer overnieuw te doen. Niets om te doen. Dat is niet helemaal de vraag. Ik bedoel, wat is het te doen voor diegenen die zelf woorden hebben? En de reden van de manier. Binnen? Ja, diezelfde. Bij iedere gedachte stijgen hoog. Gedachten hebben zo'n enorme kracht, geen flauw idee van. Het is een trilling, wordt gezien, wordt gevoeld. En ik kan je absoluut zeggen dat als u over iemand die zelf wordt gepleegd hebben, bidt, zeg het nou jongens erboven, help ze in godsnaam. Zo mag ik het ook zeggen. Je kan natuurlijk zeggen, vaar aan de hemel enzovoort, maar je kan het ook zeggen, zo zeggen, ik garandeer dat ze die gevoelens voelt. Dat ze daarmee dat ze daarmee opgewekt wordt, dat ze daar als het ware zegt van, hé, dan kan ik het tegen, er zijn er mensen die aan me denken, die nog hulp geven. Zoals ik vanmorgen om 11 uur nog aan die Eerste Wereldoorlog gedacht heb, de 11 van de 11 om 11 uur. Ik vergeet het nooit. En ik denk, ja, die jongens toen de tijd, ook 20, 30 jaar, ook allemaal kapot met miljoenen, hè, waar wij nou voor leven. We vergeten ze. En dat zeggen ze wel eens in de ruimte, worden ze gauw vergeten. Ze denken niet meer anders. En daarom, als je aan iemand denkt, help onherroepelijk. En je doet er wat mee. Goed. Ja, omdat als je natuurlijk LSD gebruikt, dan gooi je ook je geest uit je lichaam. In je ruimte. Alleen, je treedt niet uit zonder controle. Dus waar je terecht komt, is voor mij een raadsel. Ik zou niet graag uit willen treden, zomaar, dat het zelf komt. Want als ik daar in die troep terecht kom, nou, dan kan ik me niet redden. En ik heb geen zin om niet terug te kunnen naar mijn lichaam. En misschien toe moeten kijken hoe mijn lichaam bezeten wordt door een stelletje lage demonen. En dat mijn lichaam op een gegeven moment weggebracht wordt naar een psychiatrische kliniek. Dus met andere woorden, ik moet bijna niet kan. En met LSD kan dat wel. En nou is het wel zo natuurlijk, als het gif uitgewerkt is in de hersenen, heb je kans dat de geest weer terug kan, maar het duurt altijd een paar uur. En in die paar uur kan je dingen beleven die je niet aan kan vertellen. Heb je het geluk dat je zelf wat geestelijk hoger bent, dat je wat meer licht hebt, dan heb je kans dat je in een hoger gebied uittreedt, waar je even, als het ware ontvangen wordt, waar je even mag wachten tot je lichaam weer terug ontvangen, tot het gif uitgewerkt is. Maar ben je dat niet, daarom heb ik zo'n idee dat daar de uitdrukking vandaan komt van je hebt een good trip en je hebt een bad trip. Ik weet wel dat ik meestal de negatieve kant meemaak. Mensen die me bellen en die zeggen gedesorganiseerd te zijn, kunt u me even rechttrekken, weet je wel. En zulke soort dingen meer. Maar ik neem aan dat toch in alles iets goed zit. En ik zou het nog onderzoeken, maar ik heb ze bij een tijd. Voilà, bedoel ik. En als je dat niet onder toezicht doet en je doet het niet geleidelijk aan en je gooit die boerenees over je heen,
En je zakt te ver, want het is zo, die vraag tegen je beantwoorden. Je hebt natuurlijk de top van je persoonlijkheid, hè? En die top van je persoonlijkheid is soms zo, vooral ook bij oudere mensen, dat als je daar, als je gaat slapen en je bent naar een zware slaap en je wordt wakker, dan zijn ze in het begin even gedesorganiseerd. Hè? Dan moeten ze even, wat je wat dan zogenaamd heel eenvoudig zeggen, we moeten even alles bij elkaar raken. Om weer even weer bewust te zijn waar we, hoe was het weer, was het ochtend of middag, oh nee, en dan kom je weer terug. Nou, en dat gebeurt met TM, dat die mensen zo diep zakken onder de top van de persoonlijkheid, als het ware in het onderbewuste, dat er eens komt een soort desorganisatie, als ze weer terug willen proberen die top van de persoonlijkheid te bereiken. En dan zijn bij een gezond mens, kan dat heen en weer gaan zonder erg, maar er zijn mensen bij, dat is natuurlijk met alles. He, je had 100 mensen die zouden dat kunnen doen, en de rest de 9 mensen doen, daar hebben we daar prachtige staten mee. Maar één niet. En dat wil niet zeggen dat dat wel een lager wezen is, maar die man die kan misschien ook fysiek een zekere afwijking of een psychose of een neurose of wat voor ook toestand hebben, of wat voor aberraties als we het noemen hebben, waardoor als het ware die terugkeer veel moeilijker is. En als je nou zo'n mens moet genezen, moet je weer terugbrengen. En dan heel langzamerhand weer terug naar zijn top van zijn persoonlijkheid krijgen. Maar er is een soort techniek voor nodig. En dat kan ook niet hebben. Net zoals een duiker. Voilà. Mooie voorbeeld kan je niet geven. Dat ze de cachon ziet doen. Mooie voorbeeld kan je niet geven. Ja. In welke vorm mediteert u? Wat zegt u? In welke vorm mediteert u? Ik mediteer nooit. Oh, dat ik heb het nooit gedaan. Maar dat is in de wc, als ik sta ervoor. Dus die sprong gaat heel snel. Maar nee, dat is heel, gaat bij mij heel snel. Heel snel. Als ik nou zeg, en een antwoord weet, dan doe ik maar zo kijk, ik heb het al. Gaat razendsnel. Dus om te gaan zitten en zeggen van, nou ga ik zitten wachten tot het komt, ik heb het direct. Dat is misschien, maar ik weet niet anders. Vanaf mijn jeugd of vanaf mijn geboorte af, weet ik niet anders. Ik zou niet weten hoe ik het moet doen. Ik ben gek, ga daar zitten een half uur. Sorry. Ja, misschien ben ik een beetje om. Is het niet zo leuk wat ik zeg, maar anderen hebben het misschien wel nodig, maar dit gaat bliksem snel. Ik heb het één keer meegemaakt, niet met mezelf, met een vriend. Die trad uit. En wat ik nou meegemaakt heb, zo dan. Hij is er weg geweest, nou goed, dat is wat ik kan. En toen kwam ik terug. Hij is er weg wakker, te lag met mijn hoofd in de tenen en mijn tenen in mijn hoofd. Ik kan dat nou? Hij zei, ik ben omgekeerd in mijn lichaam gezeten. Dus hij schreef gewoon, bleef ik dat ik mijn hoofd in mijn boek daar lag, dat ik zo langzaam in mijn lichaam terugging. Hij zei, ik kwam naar onze boot. Hij zo, en het was zo'n raar gevoel. Ik zeg, kan dat? Hij zei, ik heb het echt in het weg gemaakt. Hij zei, toen moest ik er weer uit, toen moest ik gewoon omdraaien. Ik heb het dus één keer gehoord van iemand. Dus ik kan. Ja. Ja, nee, want uiteindelijk, als je als geest komt en als je geboren wordt, kom je ook in het lichaam van de moeder. Dan raak je er ook niet van meer waar. Toen zei hij, gewend om de beperking te komen. Alleen die beperking was even verkeerd. Dat deed die trombal die achterste voor op de ezel zat. Ja. Ik heb een vraag, maar het is twee levens. Wat is schijndood precies? Nou, wat je zegt, schijndood. Nou, de andere lid, moet je wat zeggen? Nee, ik heb een lawaai. Die verhalen zijn natuurlijk legio, en al vroeger, 100 jaar geleden. Man, ik kan me herinneren, mijn jeugd kwam naar een vent aan de deur en dat kostte 25 afleveringen. Een Eugenie de schijndode. En dat was 104 afleveringen. Ja, dat was ook zo'n verhaal. Maar en hij is er. Verder op maat. Ja, meneer, wat u nou vertelt is gewoon, dat is al zo overbekend, dat zijn uiteindelijk ook ervaringen. Er zijn zo heel veel boeken al geschreven, al de laatste tijd door Amerikaanse doktoren. Die hebben die geschreven, bij de dokter. Ik meen dat in de, hoe heet dat, nieuwe blad van de... Privé. Daar hebben pas 3 van die verhalen staan, van de aanleiding van een boek van dokter Os. Als lid op de moeder. En zijn hartstikke interessante dingen. Van mensen die als het ware klinisch dood waren. En die toestand hadden beleefd in die ruimte. En daar weer teruggewezen werden. Want je bent dan niet klaar, je moet terug. En dat gebeurt. En dat zal natuurlijk vroeger. Omdat er vroeger minder mogelijkheden was om exact te constateren of iemand inderdaad overleden was.
zal er wel eens eentje die schijndood was begraven zijn worden, dat neem ik aan. Alleen ik neem aan, en laat ik het nou maar vaststellen, want dan zijn er de mensen die eraan naar huis gaan met het idee van, oh, schijndood gaat dus ook niet lekker. Dat dat nu niet meer kan gebeuren, nu zijn ze exact, weten ze hoe ze hun dood moeten concentreren. Dus ik in staat zou zijn uw geest er even uit te halen. En daarnaast te zetten, zeg, kijk, daar zit ons dubbel weer tussen, dat is een soort transformator. Je kan dus zeggen, het is een transformator. Als je 220 volt moet herleiden naar 12, hè, dan zitten daar tussen in wikkels die die stroom afzwakken, als het ware, tot het op 12 komt. En andersom is het ook weer mogelijk. Met andere woorden, het is een gewone transformator, wat niet uit te drukken is hoe dat precies in werk gaat, maar het is een transformator die dus niet volledig stoffelijk is en niet volledig geestelijk is. Net het dus niet. Goed. Kun je aan iemand zien die slaapt, of die uitgekregen? Nee. Nee. Je kan wel zien of die droomt aan die rem, aan die rapid eye moving. Ja. Dat je die oogballen ziet heen en weer gaan. Dan kan je wel eens zien of die droomt. Maar je bent onmiddellijk terug, dat geeft wel een schok, hè. Want je komt zo snel terug. Ik heb altijd niet alleen met uitkledingen, maar met... Je kan beter iemand normaal wakker maken door voorzichtig zijn naam te roepen, om heel voorzichtig aan te raken of heel zacht te zeggen, als dat je ineens iemand wakker maakt, want dan gaat altijd die geest, komt met zijn enorme klap, komt in dat lichaam terecht en dan heb je inderdaad die in je zonnekrecht. Dan schrik je even en dan zeg ik wel, ja, dat maken we allemaal mee, het zal wel niet erg zijn, maar het geeft me toch, ik voor mij op een gegeven moment schok. Ik was toen zoveel jaar geleden in dienst, en daar op een kamer en dan moet je om half zes opstaan. Dan hadden we die ijzeren kribben en dan kwam er een korporaal en dan kwam er binnen met een stuk hout. En dan gaf hij iedere krib een klap met een blik doods bij wijze van spreken. Dus dat heb ik, en daar heb ik altijd die schok van overgehaald. Denk van, als ik weer naar binnen kom, nou, dan zet maar een wekker, want ik wil net 15 eerder wakker zijn op een normale manier. Dus met andere woorden, ik kan niet zien of iemand uitgekregen is, zoals die andere gevoel, maar ik kan wel zien of iemand droomt. En het beste is niet de schieter wakker maken. Ja. Dan komt er pas een beetje een idee van een begeleiding, van een sterrenbegeleiding. Dat ontstaat, ik zou zeggen, de laatste paar jaar pas. Want zelfs in ziekenhuizen, verpleegsters en moeders, die lopen altijd om een kamertje waar iemand ligt te sterven heen. Ook de familieleden. En die denken, nee, dat is iemand veel te eng. Dus feitelijk wordt een mens soms op zijn laatste uren helemaal alleen gelaten. Wat ik alleen moet doen. Terwijl je jong bent. Zoveel hulp of zoveel middeleven nog eens zou hebben. En dan is dat ellende altijd. Er wordt altijd natuurlijk door de familieleden het ontkenningsproces gevolgd. Van, ah man, doe je ze geen, ja, dat heb ik, je staat straks weer op je benen, je bent goed. En, maar nooit zegt iemand van, nou ja man, je gaat binnenkort ga je aan de overkant. Dus stel je voor en ga je erop voorbereiden dat je er straks gehaald wordt. Want het is wetenschappelijk nog steeds niet bewezen dat er leven naar de dood is. Dus men kan die sterrenbegeleiding nooit zo ver uitdrukken dat er een dokter gaat zitten die zegt, ja luister eens, je gaat alleen maar over, je gaat met je geest straks weg en we wensen je al het goede en de groeten. Daarom heb ik onder andere mijn boek geschreven, sta ik deze lezing te houden, om te trachten op een gegeven moment dit werk ingang te doen vinden en deze kennis, en zou ik het alleen zijn, dan zeg je, ja, wie is die kennis? Maar er zijn duizenden mensen op de wereld die dezelfde belevenissen hebben en die ook deze verschijnselen meemaken, dat op een gegeven moment, als de wetenschap zo ver zou komen, is eigenlijk, je bent uit de brug aan het slaan, ook tussen het geloof, tussen de kerk, hè, dat ze zeggen, ja jongens, wat jullie daar vertellen is wel zo, maar toch weer iets anders. Hè? En dat je zegt, van je bent dus een brug aan het slaan, je zit met een nieuwe wetenschap mee bezig. En als het eenmaal aanvaard wordt en de tekenen wijzen erop dat het hoe langer hoe meer naar voren komt in allerlei landen, dat we op een gegeven moment kunnen zeggen van ja, dan kunnen die mensen ook beter helpen de weg van sterven en over te gaan. En want nu is het momenteel nog wel eens hopeloos dat die mensen alleen worden gelaten. En als u natuurlijk dat weet en je gaat naast een stervende zitten en je bidt of je helpt hem geestelijk door naast te staan en dat ze hand op haar hand vasthouden. En zeggen, joh, luister, je gaat straks de deur verlaten, maar er is een ander leven. Dan heb je kans dat hij zich daarbij neerlegt. En dat hij toch een steeds hulp kan geven. Dus met andere woorden, uw vraag: kan je iemand die sterft hulp geven? Zeg ja, door ernaast te zitten en niet door de gedachte uit te zenden en de bidden aan de vader of die komt halen. Kan? Goed. Kijk, het is eigenlijk zo: wat u daar zegt is natuurlijk waar en dat maken we allemaal mee. U ook, als we sterven. Dan treed je uit en je blijft daar.
Dus het gebeurt. En we maken het allemaal mee. Alleen het eind van je leven. Wacht, Karl, daar moet je heel zinnig zijn. Want ik heb wel eens meer gezegd, als je zegt van ja, ik heb 100 gulden dat die mensen gepikt, maar dat is geen karma, dat moet ze doen. Dat is goed geklets. Luister, niemand wordt als het ware, ja, er zijn heel veel mensen die worden geslagen, nou ja, onbestelbaar. Maar niemand wordt geprest om zelf moeten plegen. Behalve als je psychisch als het ware open staat voor lage gebieden, waardoor je er geen weerstand tegen kan bieden. Want dus, er zijn natuurlijk mensen die psychisch gestoord zijn, die bezeten zijn en die lage geesten die die man of die vrouw uit het leven gooien. En die zeggen rustig van je hebt een grote taak te doen in het leven. Als je voor de trein gooit kan je de hele wereld redden. En dat wordt op een gegeven moment zo als het ware gesuggereerd. Dat soort persoon doet dat, maar dat is niet normaal iemand. Maar ben je normaal, dan spring je niet uit het vet. Dat doe je wel op een moment dat je zegt van nu zie ik het niet meer zitten. Maar dat is weer het anders als een voordacht te hebben. Dus ik neem nog wel aan dat tijdens een grote agressie of een kwaadaardigheid of een enorme toestand die je op een bepaald moment meemaakt, dat je op dat moment iets doet wat je bij nader inzien niet zou hebben gedaan. Nou, we zullen volgende week, als jullie zin hebben, zullen die getallen eens uitgerekenen. Maar dan doe ik het op een andere manier, dat jullie het allemaal kunnen gebruiken thuis. Alleen, ik zeg het bijvoorbeeld, ik heb het niet gedaan hoor, want je gaat doen wat ik heb ik niet gesuggereerd, ik heb alleen gezegd, omdat ik weet dat er in de ruimte een houding is die volledig goed in elkaar zit, kan ik alleen zeggen, van, je komt het er niet meer uit door te zeggen van karma. Want ik heb voor iemand geslagen, dus ik word nu geslagen, want diegene die nu slaat, die fokt weer karma voor zichzelf. En zo blijft de einde ook doorgaan. Ik vind het geen nut, ik zeg ook niet dat het zo is, ik wil alleen maar een voorbeeld. Ik zie ja, het zou kunnen zijn, ik moet ook heel veel met de termen werken van het zou zo kunnen zijn. Maar als je op een gegeven moment zegt van, wat ik al meer gezegd heb, er is een vergeving van zonde, zoals we dat dan bij ons zeggen. Maar dan heb je altijd die zonde gedaan. Maar als je de kans krijgt om die zonde of die fouten ding, dat je daarna goed te mogen maken later, dan vind ik dat veel verder gaan als vergeving. Want als ik iets goed mag maken, dezelfde manier als dat ik het heb ondergaan later, als ik het andere heb laten ondergaan, en ik mag het dan goed maken, dan voel ik er een groter evenwicht in zien, als dat ze me vergeten. Want dan ben ik altijd te minderen. Nee, waarom kunnen we zeggen dat is allemaal zo? De wiskunde zit in elkaar. Misschien heeft diegene die, die geadopteerd wordt, dus die in het lichaam zit en die weer teruggestuurd wordt, die misschien in het voorleven ook zelf op dat manier een kind teruggestuurd. Of die is zelf teruggestuurd, of die heeft teruggestuurd. En dan komt er ook een evenwicht. En dan zou je zeggen van, als je het als een schoolpas gaat zien, dan zeg je, jongens, we moeten alle dingen ervaren en alles leren. En je hebt nog nooit een abortus meegemaakt, dus leer maar eens. Die vrouw is gevallen om de abortus te plegen. Dus ga er maar even in. En kijk maar hoe het gaat als je teruggestuurd wordt. En dan kom je terug op school. En dan moet je er een opstel over maken. Ja, dat is misschien een beetje makkelijk zijn, maar zo moet je denken. Je moet niet te bekompen denken. Het is een groots geheel. En natuurlijk, ik sta hier natuurlijk bepaalde dingen te vertellen die er precies zijn zoals het zou moeten. Maar het is een grote situatie, ja. Er zit een geest in, maar die geest is niet zwakzinnig. Er is geen ene geest abnormaal, alleen het lichaam kan je niet gebruiken. Dus precies met de radio, de stroom is altijd goed, alleen de lampen deugen niet. Waarom moet je wel belachen? Dat vind ik zo'n logisch verhaal. Als ik bij wijze van spreken zeg van, ik heb een schitterend lichaam gekregen. Dat is een radiotoestel waar alles selectief afgestemd is. En mijn geest is de stroom. Dus alle stations komen helder door. En als mijn lichaam kapot is, en de stroom die heb ik wel, maar de stations komen niet helder door, dan ga ik zitten raaskallen. En zo is met een kind ook. Ik zeg ook, moet dat kind nou gebeuren? Ja, maar dat is weer een kwestie van genen, van chromosomen, van toestanden, van erfelijkheidsleer. Dan zeg ik op een gegeven moment, hebben we dat zelf, moeten we zo ver komen dat we dat geslacht gaan uitzoeken. Dat we dus alleen maar mensen met elkaar moeten laten trouwen waarvan we weten dat we niets hebben. En dan gaan we niet dat doen. En uiteindelijk zit er altijd een verbetering kwadraat. Vergeet ook, de 23 chromosomen die de man heeft, die overlappen die 23 van de vrouw. Het zijn er al 46, wat zijn er 23? Met andere woorden, als de vrouw 10 moet hebben van iedere chromosoom, het getal 10. En de man 10 is 20, dus het geslacht wordt sterker. Wordt ouder, en wordt wijzer, en wordt steeds groter, want anders zou die zaak al lang gedegenereerd zijn. Heeft die vrouw van 1 van die chromosomen niet het getal 10, maar het getal 6. Dus er is ergens iets beschadigd, maar die vet hebt 10, dan hebben ze nog 16, kan ze omheen.
Dan hebben ze allebei 6. Dan hebben ze maar 12 pas van 20 en dan komt het naar voren. Dan is het zuiver een biologische, genetische kwestie. En vandaar ook omdat het elkaar overlapt, hè, blijft deze wereld in het kwadraat gaan, want anders zou het geen perpetuum mobiel zijn. Want het bestaat niet, maar hier bij ons wel. Alles zou teruglopen, zou in plaats van de evolutie een evolutie krijgen. Dit bestaat, het heeft zeker zin. Hij moet misschien dat meemaken. Ik moet altijd denken aan het prachtige boekje, dat heet, ik weet niet of dat bekend is, dat heet Veronica's drievoudig licht. Dat is ontzettend lief, het boekje. Er was een bochelde en dat was een zeer hoge geest, maar die deed ontzettend veel voor de mensen. En die zei op een gegeven moment, ja, waarom ben ik nou zo? Hij zegt, dat komt zo. Ik was vroeger een hoge geest in de ruimte. En ik trok me het lot aan voor ongelukkige kinderen die een kromme rug hadden. En om dat goed te kunnen helpen, moest ik het eerst zelf één keer meemaken om te voelen hoe zij het gevoeld hebben. Dus daar ben ik hier. En als ik me later klaar ben, ga ik terug en dan kan ik ze beter helpen. En ik weet nou het is. Voilà. Ja. Als er iemand je hand vasthoudt erbij gaat zitten, die niet alleen in de kamers laat zitten en niks zegt, is noods. Dat moet bestuurbaar lijken. Maar niet als waar je in iets weer stopt en af en toe doet, kijk, is er nog niet gestolen. Nee, maar die je dan niet ook genoeg hebt gegeven om een helder heb je. Dat hoeft niet, dat hoeft niet meer te zeggen, hoeft mijn eigen ook niet te komen. Je kan alleen erbij gaan zitten. Ik kan afwachten of ze nog aanspreekbaar is en aanvoelbaar. Ja, dat doet de sterrenbegeleiding. Ja, dat weet ik, ja. Nee, weet ik ook wel, maar omdat ze nog niet weten van dit werk. Ze zitten nog steeds in de orthodoxe opvattingen. Dus eerst moet de wetenschap zover komen dat ze dit aanvaarden. En dan moet het als ware voorgebracht worden. En dan moet het daar iets bewerkt worden. Dus we hebben voorlopig al wat te doen. Dames en heren, ik geloof dat we nu hier aan deze avond een einde moeten maken. Ik moet u wel zeggen, ik weet ook echt niet alles. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd u antwoord te geven en een inzicht te geven in de mogelijkheid en de veelheid van het ruimtelijke, want wij zitten hier maar driedimensionaal. En ik heb getracht om een dik te gunnen in de vierde. Ik geloof niet dat ik op de vijfde, de zevende, de zevende durf te spreken, want dan weet ik zelf niet meer bestaan worden. Ik heb gezegd, die ruimteverbindingen die lopen soms door elkaar heen. En ik durf dus niet te zeggen dat er meer dan twee ruimte door elkaar te kunnen. Het kan zelfs wel zeven zijn, maar dat gaat ook veel te ver. Maar ik heb wel geprobeerd vanavond u het een en ander weer mee te delen. En ik hoop dat u weer iets daarvan kan gebruiken in uw eigen denken. Je moet dus niet alles aanvaarden wat ik zeg. Als je maar iets kan gebruiken waardoor je daardoor zelf een zekere verlichting krijgt en denken, hé, ik zie nu bepaalde dingen anders, dan is die avond niet voor niets geweest. En dank ik u hartelijk voor uw aandacht. Tot de volgende week.